Ze wonen allebei in Amsterdam-Noord, studeerden politicologie en zijn actief voor de ChristenUnie. Tweede Kamerlid Joël Voordewind en zijn zoon Manuel. Dat hij altijd bereid is te helpen, ondanks zijn drukke schema. Dat hij de tijd vindt om mij op te bellen en te vragen hoe was jouw dag. En als ik met vragen zit, om dan ook de tijd te nemen om mee te denken. Niet alleen bij mij, maar ook bij andere mensen. Dat hij creatief is, hij kan goed schilderen. Hij is heel sociaal, hij kan zich... Als ik hem wel eens meeneem, kan hij gewoon gesprekken voeren met, maakt niet uit wat voor functies er worden. Hij mengt zich wel. En hij kan veel beter ontspannen dan ik. Veel relaxer zijn en toch heel erg een betrokkenheid hebben bij mensen. Vluchtelingen bijvoorbeeld. Neem uw rust. Zorg dat je ook kan ontspannen. Luister goed naar je lichaam. Als je voelt van nu even wat rustiger aan doen, dan moet je dat ook zeker doen. Ik zeg altijd tegen hem, blijf dicht bij God. Hou je relatie met God goed. Dat is de basis. En verder hou een goed balans tussen straks werk en je gezin. Zorg dat je kan ontspannen, dat je dingen kan blijven relativeren en geniet van het leven ook. En laat de dingen niet te zwaar op je schouders rusten. En pak je momenten om samen met het gezin van leuke dingen te blijven doen.